Nou, opa, wat gaan wij nu doen? Wij gaan toch naar de Aldi, even snel naar de overkant toe. Nou, hamburgers halen en nog wat bolletjes, hè? Voor de Benga Burger. Voor de Benga Burger? Ja. En weet je hoe dat moet dan? Ja, ik weet dat je als eerst moet beginnen met de smeerkaas op de bodem doen van het broodje. Dan leg je de hamburger in de pan met de kaas er al op. Nee, eerst één kant bakken. Oh, één kant bakken. En dan draai je hem om. Dan draai je hem om en dan pas de kaas erop. Ja, dan zit de kaas erop. Oh ja, nee, dan zit de kaas helemaal vastgeplakt aan de pan. Nou, wij gaan even naar de Aldi. Zo, we hebben de boodschap gehaald. 8 stuks hamburgers. 12 bolletjes. De ene nog even smeerkaas. En de ketchup. Nou, afrekenen, hè. Leg hem even op de band. Oké, de zwaarste dingen eerst. Oké, zo. Oké. Nou jongens, met handen vol zijn we weer terug. Nou, naar de opa haan. Geeft mij hamburger. Voor de opa-burger. Ja. Je snijdt de kaas. Ja. En dat is 2 per hamburger. Ja. En we moeten er 5 maken. Dus dat wordt dan 10 plakjes. Ja. En dan uit de koelkast moet je nog even zoeken de roekelaarsla en de tomaat. De roekelaarsla? De roekelaarsla. Oh, kijk, nou daar valt meteen alweer de oranje. Nou maar eruit, even kijken. Kijk, hier, roekelaarsla en de? De tomaten. De tomaten, even zoeken. Ah, kijk, en hier zijn de tomaten. Thuis? Kijk, dan beginnen we met het geheim. Ja. Dan gaat een beetje de zout op. Met peper. Peper, zout in 1, hè? Peper, zout in 1. Ja. Dan pak je dus stap 2. De unos tomatos. De tomatos. En dunne plakjes. Dan gaan we de broodjes opereren. Broodjes. Ja. Zo. Dus we gaan ze allemaal even snijden. Ja. Nou, de bolletjes die zijn mooi opengesneden. En dan, wat gaan we dan doen? Haal je de bordjes op? Dan haal ik even de bordjes op, oké. Okay. Want dit is, wordt natuurlijk de tweede ronde. Ik ga nu ook even. Heb jullie een kussen? Ja, nee. Dan leg je de bordje hier neer. Oh, jullie liepen nog. Nou, dan zit ze hier lekker in de pan. Ziet er goed uit. Heb jij 3 bolletjes? Ja. Ja. En dan smeer je op die onderste dan. Een beetje smeerkaas. Ja. Nou, dat gaan we even doen. Zo jongens, de basis is klaar. Als eerst heb ik er smeerkaas op gedaan. Toen een beetje rucola sla. Toen wat tomaten. Toen wat ketchup. En dat hebben we bij alle broodjes gedaan. Dus ja, het belangrijkste is nu gedaan. Maar ja, hè, de hamburgers. Die zijn ook al bijna klaar. Die is ook al omgedraaid. En die trekken de kaas erop. 1, 2, 5. Hij heeft er weer 5 voor elkaar gebrouwen. Oké. En dan brengt hij ze, dan komt hij aan hoor. Mag ik even een applaus voor de jongste kok? Daar komt de jongste kok. Kijk eens, daar komt de kok. Kun jij dit in de familie legacy houden, toch? Ja, heel goed. Nou, lekker. Zo, man. Goed gedaan, man. En dan komt de kok weer aan. Kijk eens. Nogmaals. Gezilla. Ja, lekker, hè? Mag ik hier, chefke? Nou, mag jij het afsluiten? Nou, dit was dan de kookvideo van opa, hè? Ja. Hoe de Benga Burger is gemaakt. Nou smullen maar.